Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. In de vorige video hebben we gekeken naar mijn crypto portfolio. Hebben we mijn maandelijkse inleg weer gedaan in dat portfolio. En in deze video gaan we eigenlijk hetzelfde doen, maar dan voor aandelen. En zoals altijd vergelijken we dit portfolio ook met VWCE. Eigenlijk de breedgespreide uh, ETF VWRL, maar dan met dividend geherinvesteerd. Om dan te kunnen zien van hoe doet mijn eigen portfolio het ten opzichte van een passieve ETF. En wat zou tot nu toe in ieder geval de beste beslissing zijn geweest. Zelf beleggen of juist passief in een ETF beleggen. Maar voordat we naar het portfolio gaan kijken, wil ik eerst even naar de grafieken gaan kijken om te zien wat de markt eigenlijk de laatste tijd heeft gedaan. Dus laten we daar dan maar mee gaan beginnen. En dan beginnen we met de AX, onze eigen Amsterdamse beurs. En we zien al eigenlijk de laatste tijd een behoorlijke ja, daling. Uh, we zijn eind vorig jaar, was het een beetje in november, halverwege november, zaten nog rond de 830 punten. Nu is dat zo'n 640. Is dat iets. Boven het laagtepunt van de laatste tijd. We zien het hier ook rechts in de tabel staan. Zo'n 20% daling sinds het begin van het jaar. Want we zien hier wel lag toen nog wel een beetje net een piek op die dag, rond de 808. Dus nog niet helemaal vanaf de top. Zouden we wel vanaf de top gaan kijken naar het moment waarop we nu zitten, zou het zo'n 23 tot misschien zelfs het laagste punt zo'n 24-25% daling zijn geweest. Dus we zien wel behoorlijk een flinke daling eigenlijk op de eigen Amsterdamse beurs. Heeft natuurlijk ook te maken dat een groot gedeelte aan de ene kant heel veel techbedrijven zitten op de Amsterdamse beurs. Als het goed gaat met aandelen bijvoorbeeld, dan gaat het ook goed met de Ajax. Uh, we hebben natuurlijk wel, daar gaat het juist slecht mee, maar een heel groot ander deel, denk bijvoorbeeld aan Shell, uh, dat zal natuurlijk ook ervoor hebben gezorgd dat de Ajax niet zo hard is gedaald. Tenminste, het had erger kunnen dan die 20%. Kijken we naar de S&P, dan zien we iets meer uh, daling, zo'n 21% sinds het begin van dit jaar, hier to date Maar wat we daar dan wel zien, is dat eigenlijk het hoogtepunt van de laatste 12 maanden, uh, van de laatste tijd, ook rond de jaarwisseling lag en niet in november zoals we bij onze eigen Ajax zagen, maar ook hier zien we eigenlijk wel een flinke daling, eigenlijk een beetje dezelfde bewegingen als die we ook zien op de Ajax. We hadden dat eerst zo een beetje eind februari, begin maart, rondom de oorlog in Oekraïne die begon toen net, herstelde wel weer daarvan, maar uiteindelijk werd natuurlijk de rente, de inflatie werd eigenlijk het gesprek van de dag, die oorlog. Weegt niet zoveel meer, lijkt het of in ieder geval heeft effect op de inflatie, maar is niet meer het gesprek van de dag op de beurs. Dat zijn juiste rentes en dat zien we wel, dat het een behoorlijk effect heeft gehad. Is natuurlijk wel een groot verschil tussen wat voor bedrijven er in een index zitten. Daarom heb ik ook nog, uh, wil ik even erbij gaan pakken, gaan we kijken naar de Dow Jones Industrial Index. Dat zijn veel meer defensievere bedrijven, denk bedrijven zoals Unilever. Zeker geen techbedrijven. Daar zien we een daling van zo'n 16% op jaarbasis. En ook daar lag het hoogtepunt. De piek lag eigenlijk begin dit jaar. En kijk je uiteindelijk naar, naar de NASDAQ. En dat zijn dan de NASDAQ 100. Dat zijn juist de aandelen. Daar zien we juist sinds het begin van het jaar, wat ook ongeveer een beetje gelijk lag met november de piek. En het is eigenlijk een beetje de top als dat moment zo'n 30% heeft ingeleverd. Maar dat waren dus de grafieken, de indexen van de laatste paar maanden, het laatste half jaar eigenlijk alweer. Uh, maar laten we dan ook vooral gaan kijken hoe mijn portfolio tot nu toe heeft gedaan. En als we dan zijn ingelogd bij mijn portfolio bij de Giro ziet dat er als volgt uit. Het totaalaccount is nu zo'n 3700 euro waard. Ik heb zo'n 900 euro in vrije ruimte, dat heeft ermee te maken. Ik heb het bedrag van vandaag zeg maar, al gestort om die aankoop te doen. Van vorige maand, dat had ik volgens mij niet belegd, terwijl ik op dat moment ook nog posities had gesloten. Dus ik had eigenlijk inmiddels van een beetje van drie maanden tijd, ligt hier nog uh, geld wat ik nu kan investeren en ook wil gaan investeren. We zien wel dat het portfolio inmiddels flink in de min staat, bijna 800 euro. Maar dat is eigenlijk al een beetje ja, overeenkomstig met wat we straks in die grafieken zagen. Laten we even kort gaan kijken naar die posities, naar die percentages ook vooral. Alibaba valt op zich wel mee met 5%. Terwijl we nu al behoorlijk wat herstel hebben gezien. Nu zo rond de 105 dollar. Terwijl het ook geloof ik in de 80 heeft gestaan. Applied Materials, dat is met uh, de aankoop. De laatste aankoop die ik heb gedaan. Zo'n 20% in de min. Een beetje. Zelfs de hele beurs. Alleen ik heb dit nog niet sinds het begin van het jaar. Uh, dit heeft ook denk ik wel een beetje te maken met semiconductors die wat harder zijn afgestraft. Citigroup, een bank, een bankaandeel. Ook banken zijn gewoon 25% onderuit gegaan dit jaar. En daar gaat Citigroup gewoon in mee. Coinbase was toen een gokje. Gokje heeft. Ik had op zich wel goed voorspeld dat ze meer winst gingen maken. Alleen na de hand ging de koers van crypto onderuit. En daarmee ook de koers van Coinbase. Corsair. Dat was een aankoop van vorig jaar. Heel erg geprofiteerd hebben zij met de randapparatuur van computers. Juist tijdens corona, iedereen ging thuiswerken na de rand. Lijkt dat wel een beetje voorbij. En mogelijk daarom dus ook niet ja, optimaal of de beste aankoop geweest tot nu toe. In ieder geval zo ongeveer gehalveerd. Um, HP doet het nog steeds heel goed. 31% in de plus. Is ook alweer flink gedaald. Ze staan nu zo rond de 33. Het heeft rond de 40 gestaan. Op het moment dat Buffett, Warren Buffett, investeerde in het bedrijf. Daar schoot de koers op omhoog. Intel dan. Ook 20% daling, een beetje gelijk met de markt en ook een beetje met Applied Materials, heeft te maken met semiconductors, um, investeert volop in de toekomst, maar dat zien we nu nog niet terug in de koers in ieder geval. En dan Microsoft, nog altijd in de plus, maar dit is volgens mij bijna 50% geweest, dus ook Microsoft heeft flink ingeleverd. Um, maar mag wel steeds een interessant aandeel. Kijken we even kort naar de trackers ETF die ik heb, de AIX, daar ben ik eerder dit jaar ook mee begonnen, staan we nu zo'n 12% in de min. Uh, de Van Eck ETF met digital assets, crypto, dus Nou, we zagen straks Coinbase al hard onderuit gaan. Dat zien we ook gebeuren. Uh, hier zelfs bijna 80%. Kunnen we dus denk ik wel uh, spreken dat dat toen een hype was, en dat ik echt waarschijnlijk op het hoogtepunt heb ingekocht. Was een gokje, was een risico en dat heeft nu dus verkeerd uitgepakt. Semiconductor staan we nog net in de plus. Een ETF die ik volgens mij als een van de eerste ETF's kocht. Zoals gezegd, semiconductors hard onderuit. En cloud computing wordt ook afgestraft. denk ook dat er heel veel bedrijven zijn in deze ETF die niet per se nu winstgevend zijn... En in een markt zoals deze, in een bear market, worden die bedrijven natuurlijk heel hard afgestraft. Dus ook daar zien we een halvering. En waar ik de vorige maand dus nog niet had geïnvesteerd, wel mijn inleg had gedaan richting de Giro. Zodat het in ieder geval vast in mijn account staat dat ik het niet aan andere dingen uitgeef. Ga ik deze maand heb ik opnieuw die storting gedaan en ga ik dus wel investeren in aandelen. De markt is gewoon nog steeds onzeker. Er is heel veel angst, heel veel onzekerheid onder beleggers. Ik denk ook zeker dat de markt nog gaat dalen, nog verder gaat dalen. Maar ik weet niet hoe lang dat duurt hoe ver die gaat dalen, dus daarom wil ik toch gewoon gaan investeren, ook tijdens deze wat moeilijkere maanden, tijdens deze bear market, om juist gebruik te gaan maken van DCA, van Dollar Cost Averaging. Uh, net zoals vorige maand, of andere keren, heb ik niet de tijd gehad om nieuwe aandelen te ontdekken, nieuwe bedrijven te, te ontdekken, te onderzoeken. Uh, ik ben heel druk bezig nog steeds met beleggertools, binnenkort komt daar bijvoorbeeld de betaalmogelijkheden voor Ideal en voor Bandcontact, ik heb nog andere projecten die ik de komende tijd uh, ja, wil, wil uitbreiden, wil publiceren ook, dus daar gaat ook heel veel tijd in zitten, dus daarom wil ik juist wel mijn aankopen doen, maar dan wel in aandelen die ik op dit moment al heb dat ik die bedrijven al beter ken. Kijken dan weer naar het portfolio. Dan ga ik niet beleggen in de ETF's deze maand. Het gaat in de aandelen. Laat ik even kort een paar aandelen uh, bespreken. Of eigenlijk alle aandelen bespreken. Waar ik juist niet ga beleggen. Uh, dat begint met Alibaba. Um, Pas gekocht, ik geloof nog steeds in. De reden dat ik er nu niet in beleg, is dat het de laatste tijd eigenlijk niet zo heel goed gaat met het bedrijf. Dat is al langere tijd zo, maar nu nog steeds zo. Het kan zo zijn, aan de ene kant dat het te maken heeft gehad met lockdowns in China. Dat er weinig verscheept kon worden misschien wel. Dat er binnen China ook minder gekocht werd. Dus nog een beetje onzekerheid voor mij. Daar moet ik nog wat meer naar gaan kijken. Maar je ziet ook dat het aandeel heel sterk reageert op wat de overheid in China doet. ...laat ze dit soort bedrijven hun gang gaan... ...komt die beursgang van end Financials er weer aan... ...daar reageert het uh, heel positief dan op... ...dus in ieder geval iets waar ik wel naar kijk... ...maar in ieder geval niet deze maand in ga beleggen... ...City Group, zoals ik net al zei, een bankaandeel... ...moet ik eigenlijk anders gaan bekijken... ...nu is het daar een stuk minder mee gegaan... Uh, ...maar wat je bij een waardering van een bank... ...vaak dan weer kunt gebruiken is de Price to Sales... ...die ligt nu wel historisch een stuk lager... ...je ziet dat het veel hoger heeft gestaan... ...dus ik wacht dat moment af... Mogelijk wel interessant om een keer bij te kopen. Maar niet in deze maand, in ieder geval. Coinbase, zoals ik straks al zei. was een gokje, heeft verkeerd uitgepakt. Ga ik dus niet, niet om die reden bijkopen. Ik zou het eventueel over een tijdje wel kunnen doen. als ik wat meer stabiliteit zie. richting crypto. Maar zoals ik in de vorige video heb verteld. kan crypto nu. Een, een bepaald punt hebben bereikt van steun. Maar het zou ook nog een keer bijna kunnen halveren... richting de 12.000. Dus daar wacht ik nog even op af. Mogelijk dat ik het dan bijkoop... om juist mijn gemiddelde aankoopkosten omlaag te brengen... zodat ik bin, ja, sneller eigenlijk break-even speel... en dus niet zoveel uh, verlies hoef te pakken. Want dan zal ik het wel snel gaan verkopen. Was meer voor de korte termijn een gokje. Heeft niet goed uitgepakt, zoals ik zei. Corsair, zoals ik straks al zei, um, herstelt nu... Ja, valt eigenlijk een beetje terug na de coronacrisis... Beetje afwachten wat ze doen, en daarom om die reden dat ik het nu niet bijkoop. HP sta ik in de plus, um, is wat meer voor de lange termijn. Ik zie het eigenlijk al positief in, maar niet ja, genoeg moet ik het zeggen. Ja, niet om dat, op dit moment die positie nog uit te breiden. Nou, wat blijft er dan over? Dat zijn drie aandelen die ik dus niet heb besproken om juist niet te gaan kopen. Dat betekent dat ik ze dus deze maand wel wil gaan kopen. En daar ga ik, ja, het zijn eigenlijk aandelen die ik eerder al een keer onderzocht heb. Berekend heb op mijn eigen manier. De laatste tijd um, in mijn vakantie heb ik juist ook weer heel veel boeken gelezen. Heel veel boeken ook over Warren Buffett. Uh, Buffetology, heb ik bijvoorbeeld ook nog. Ik weet niet of je het zo duidelijk ziet, maar in ieder geval. Ik zal een link naar dit boek ook plaatsen onder de video. Heel leerzaam, heel veel nieuwe inzichten. Uh, andere manieren waar je dan naar kunt gaan kijken, hoe je dingen kunt gaan berekenen, die ik zeker ook wil gaan toepassen. Ook al toe heb gepast nu trouwens. En trouwens ook binnenkort wil gaan inbouwen in beleggertools in de komende maanden. Dus dat zorgt ervoor dat ik nu aandelen die ik heb nog een keer extra heb bekeken. Onder andere met nieuwe inzichten. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik dus een paar aankopen wel ga doen. Nou, ten eerste is dat Applied Materials. Um, een van mijn laatste aankopen zoals gezegd in dit portfolio. Uh, het is gewoon zoals gezegd een bedrijf dat heel goed presteert. Een beetje met de markt naar beneden is gegaan. Heel de sector van semiconductors. Ze doen meer dan semiconductors. Maar het is wel een heel belangrijk onderdeel voor hun. Uh, maar de fundamentals van het bedrijf zien er nog steeds heel goed uit. Zeker op lange termijn ook. Uh, kijk naar de winst per aandeel. Die is eigenlijk zowel op... 3, 5, als op 10 jaar ziet dat er heel positief uit, heel goede groei. Ze hebben een hoog return on equity, dat dus heel positief is voor aandeelhouders die het aandeel al hebben, dat het, ja, het geld dat erin zit heel veel rendement oplevert. Ze keren dividend uit, maar het geld dat ze vasthouden weten ze ook heel goed te investeren. Het management is heel, ja, heeft een goede track record, maakt goede beslissingen. Levert zoals gezegd veel rendement op, dus dat is het ook om het aandeel vast te houden. De winst die ze vasthouden is ook heel interessant om die reden. En als ik dan ga kijken voor de langere termijn, richting 10 jaar en eigenlijk ook op andere periodes. Gebaseerd op historische PE-ratio's van de laatste 10 jaar, 5 jaar, 3 jaar, dan zie ik gewoon dat daar eventueel wel een rendement te maken is van zo'n 20% per jaar, inclusief de dividend. Um, dat ziet er dus heel positief uit en voor mij dus een reden om het wel te gaan kopen. En ik ga deze positie dan straks uitbreiden met drie aandelen. De beurs is nu nog gesloten, dus ik ga die aankopen later doen. Maar dat zul je dan wel in de volgende video terug zien komen. Met drie aandelen, uh, wat ongeveer op zo'n 300 dollar en dus iets minder dan 300 euro uit zal komen. Kijken we dan naar de volgende positie die ik uit wil breiden. En dat is dus um, Intel. Heb ik straks nog niet besproken. Um, Intel is het eigenlijk zo dat je kijkt naar de winst per aandeel. Die is eigenlijk niet heel veel verbeterd in de afgelopen jaren. Intel heeft gewoon fouten gemaakt de laatste jaren. Um, is niet altijd helemaal meegegaan met bijvoorbeeld een concurrent zoals Apple, nu, uh, die al eigenlijk veel verder zijn, TSMC die al verder zijn. Maar het is wel zo dat het management dat ook heeft ingezien, helemaal om is gedraaid, volop investeert nu in de toekomst. Dus ik denk ook vooral dat de toekomst er beter uitziet dan de afgelopen paar jaren. Wat het management dan wel weer goed doet, is eigenlijk de investeringen die ze doet. Uh, ze hebben heel hoge return on equity en ook nu, dus die investeringen in de toekomst die er heel positief uitzien. Historisch gezien hebben ze wat lager PE-ratio. Juist vanwege die fouten die ze ook hebben gemaakt. Dat de concurrenten er gewoon beter voor stonden. Maar zelfs als je daarna gaat kijken, baseert eigenlijk op die PE-ratio's, die historische. dan kun je daar een rendement mee halen, denk ik. wat gewoon gelijk is met de hele brede markt. Ik ga ervan uit dat ze uiteindelijk de komende jaren iets beter gaan presteren en om die reden dus ook een hoger rendement te behalen valt met dit aandeel. En dan het laatste aandeel dat ik deze maand wil gaan kopen, trouwens van Intel wil ik denk ik vier aandelen kopen. Blijft er waarschijnlijk ruimte over voor één, misschien voor twee aandelen van Microsoft. Microsoft ook de laatste tien jaar eigenlijk zie je enorme groei in de winst per aandeel. Ze doen het heel erg goed, heel winstgevend. Het uh, zal misschien de komende tijd wat afnemen. Zeker als er een crisis komt, een, een recessie komt. Maar heel veel bedrijven um, zullen toch gebruik blijven maken van Microsoft-producten. Dus ik zie dat wel afnemen, maar zich nog steeds heel erg positief in. Ook Microsoft een bedrijf met heel hoge uh, return on equity. Heel positief, dus voor aandeelhouders. En ook hierbij geldt dat Microsoft gewoon geld winst vasthoudt en dat heel effectief weet in te zetten. Een hoger rendement haalt dan de markt. Dus dat zorgt er ook voor dat het juist het rendement voor aandeelhouders zo hoog is. Uh, zelf verwacht ik een beetje op mijn. Historische uh, PE-ratio's. Uiteindelijk toch nog steeds een rendement van 15 tot 18 procent per jaar op de lange termijn. En zelfs als je gaat kijken naar het historisch uh, van 10 jaar geleden, de laatste 10 jaar, laagste punt van de PE-ratio. Dat was volgens mij 12 keer een, een ratio van 12,2. Zelfs dan zou je nog uitkomen op een rendement wat marktconform is. Rond de 8, rond de 7,8 procent geloof ik. En dat zou dus eigenlijk in, een, ja, eigenlijk in een... bear case zou je dan kunnen zeggen dat je marktconform doet. Ik denk dat het beter gaat presteren en dus dat ik er een hoger rendement mee kan halen. Dus daarom om die reden ook dat ik daar nog mijn positie uit ga breiden. En wil je nou nog beginnen met beleggen? Ja, ik maak hier dus gebruik in deze video van de Giro, maar denk ook bijvoorbeeld aan Buxiro. En beide brokers hebben op dit moment ook een actie voor nieuwe klanten. Maak gebruik van mijn affiliate link onder de video, zo ontvang ik een kleine vergoeding en zo help je dus het kanaal. Maar op die manier kan jij dus ook deelnemen aan de acties die zij hebben op dit moment als je een nieuw account opent. En dan komen we daarmee aan bij het laatste onderdeel van deze video. En dat is juist die vergelijking maken tussen mijn portfolio. Als ik het actief op deze manier doe. Zelf aandelen uitkies. Of wanneer ik in VWCE juist op een passieve manier in een breed gespreide ETF had geïnvesteerd. Deze video, de dag vandaag is 23 juni. Ik heb opnieuw 250 euro geïnvesteerd. Dat betekent dat ik 4500 euro in totaal nu heb geïnvesteerd. Uh, VWCE op dit moment de koers zo'n ja... 89,5 euro. Dat betekent wederom een daling van zo'n 6,5% ten opzichte van vorige maand. En vorige maand was het aandeel ook al 5,6% gedaald. Dus je ziet ook wel een breed gespreide ETF wereldwijd. Dalen koersen gewoon. Dat zou betekenen met het geld dat ik nog had, 60 euro in dat geval, en de nieuwe inleg dat ik eigenlijk drie aandelen had kunnen kopen, zou het totaal op 45 zijn uitgekomen. Houd ik nog 40 euro over, dan zou mijn portfolio op dat moment dus zo'n uh, bijna 4100 euro waard zijn, maar die situatie heb ik niet. Ik heb niet de VWCE. Ik heb het actief gedaan. We zien nu dan dus de cashpositie van zo'n 902 euro. Ik heb hier nog niet de aankopen in verwerkt omdat ik nog niet precies de bedragen weet. Maar ik maakt natuurlijk niet uit of het geld van die aankopen vandaag nu nog in euro's zit of uiteindelijk in de koersen. Omdat de, uiteindelijk op het moment van de aankoop is het eigenlijk hetzelfde bedrag alleen op een andere plek. Kijken we naar die cashpositie. Ik heb verder geen dollars. 900 euro. De aandelen. 2056 euro op dit moment, zonder die nieuwe aankopen, dus um, weer een 200 euro lager, bijna 200 euro lager dan een maand geleden. Kijken we naar de ETF's, daar is juist het grootste verschil en dat is eigenlijk 100 euro. Tenminste, op dat bedrag is dat een behoorlijk verschil: 100 euro. Dat betekent dat mijn portfolio, dus 3716 euro waard was. In VWCE zou het 4072 euro zijn waard geweest. Een verschil van 355, 356 euro. Oftewel een verschil, een negatief verschil in dit geval van 9,6 procent. Is ongeveer hetzelfde als afgelopen maand, iets minder zelfs. Dus het zou kunnen zeggen dat mijn portfolio nu iets beter heeft gedaan. Um, ik weet eigenlijk niet waaraan het ligt. Maar ja, altijd nog een... Daling van 10%, oftewel ik heb nu een negatief rendement, 10% minder rendement gehaald dan wanneer ik in VWCE heb ge geïnvesteerd, had geïnvesteerd. Dus op dit moment heeft het nog geen nut gehad om al die tijd en energie te, te investeren, maar het zit natuurlijk nu ook in een bear market. Laten we hopen dat op de lange termijn en daar doen we het natuurlijk ook voor, dat het al die tijd en energie die ik er wel in steek om zelf te investeren, zelf die aandelen uit te zoeken, dat het dan wel een positief rendement oplevert. Maar ja, dat is dus weer iets voor de volgende, komende video's, maar eigenlijk voor de komende jaren waarschijnlijk nog wel. En daarmee zijn we dan aangekomen aan het einde van deze video. Ik hoop dat je het weer wat informatief vond, dat je het leuk vond. Geef dan ook zeker even een duimpje omhoog. Heb je nog vragen, tips, suggesties of andere dingen? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.